iedereen, subhanallah, hij wacht op het moment om zijn eigen broeder, eigen zuster te exposen. Subhanallah, waar zijn de manieren? Zelfs als wij van mening verschillen, moeten we die manieren ook behouden, in acht nemen. We hebben goed gedrag. Ook als wij van mening verschillen. Soms moet je zo doen. Soms moet je zo doen. Zondaren die je ziet, iemand zonde. Soms moet je doen alsof je helemaal niks hebt gezien. Als jij een boodschap zou kunnen geven aan de wereld, wat zou het dan zijn? Alhamdulillah, hebben wij met Muut voor Allah op dit moment 15 tot 16 miljoen mensen kunnen bereiken met onze video's. En hiermee hebben ze bereikt met de boodschap van de islam. Er zijn heel veel mensen die niet geloven in Allah, die niet bidden en die zonden begaan en niet de basis kennen van de islam of een slecht beeld hebben over de islam. Alhamdulillah dragen wij onze steentje bij om dit allemaal te gaan veranderen. Maar wil je ook een pilaar zijn van deze stichting? Doneer dan nu en klik op de link in de beschrijving of ga naar de link die hier nu staat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom wederom bij een nieuwe podcast van Muut voor Allah. We zitten aan tafel met Oustad Abu Rehana en Samir. Vandaag gaan we het hebben over het hebben van goede manieren. Dat is een van de zaken waarbij elke moslim zich moet kenmerken. Het hebben van goede manieren. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft ook veel nadruk hierop gelegd. En heel veel over gesproken op de verschillende manieren op goede manieren kan hebben. In deze podcast gaan we daarover hebben. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen die een moslim moet kan hebben bij het hebben van goede manieren? Wat houdt het precies in? En wat zijn de voordelen? En vele andere vragen zullen vandaag beantwoord worden, inshallah. Oustad, de eerste vraag die ik wil stellen is, wat houdt goede manieren precies in? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Goede manieren, oftewel al-akhlaq, is een term die vaak voorkomt in de islamitische leer. Het is een fundamentele zaak. En dat hoort elke moslim eigenlijk bij zich te hebben. Of iedereen hoort eigenlijk zo'n eigenschap zich eigen te maken. Al-akhlaq houdt heel kort in, houdt in elke gedrag, een karakter die jou aanspoort tot het verrichten van het goede en jou weerhoudt om het slechte te verrichten. Dus de karakter, ja, een goede karaktereigenschap die jou aanspoort, motiveert, aanzet tot het verrichten van het goede en jou weerhoudt om het slechte te verrichten. Dat is gelukkig heel kort samengezegd. En daar vallen echt een aantal, een scala overvloed aan eigenschappen, goede eigenschappen, die een moslim zich eigen moet maken. Bijvoorbeeld sabr hoort daaronder, geduld, moed, dapperheid, moedigheid hoort daaronder, vrijgevigheid hoort daaronder, verdraagzaamheid hoort daaronder, niet snel boos worden hoort daaronder, niet gierig zijn hoort daaronder, en ga zo maar door. Dat is echt een breed begrip, waaronder heel veel scala aan goede eigenschappen vallen. Het is kort eigenlijk akhlaq. Ja. Term akhlaq, oftewel op goede manieren. Ja. En wat voor waarde heeft een islam om goede manieren te hebben? Zijn er beloning genoemd in dunya en tinaam als hierover in de Koran en Sunnah? Ja, zeer zeker, zeer zeker. De waarde van goed gedrag hangt samen met jouw geloof. Het dienu kulluhu khuluq, zoals Ibn Qayyim zegt. Hij zegt, het geloof is een en al goed gedrag. Is een en al goede manieren. Die eigenschappen hebben is van het geloof. Is het geloof zelf. En hij zegt, men zade alayka fil khuluq, zade alayka fil din. Diegene die meer goede eigenschappen heeft, die heeft meer geloof. Dus diegene die meer van deze eigenschappen bezit, die heeft ook automatisch meer geloof en zijn geloof is sterker. Dus dat hangt samen, jouw goede eigenschappen hangt samen met jouw geloof. Hoe meer goede eigenschappen jij hebt, hoe sterker jouw geloof is. Hoe groter jouw niveau van iman is, van geloof. En ook zegt de Nabi sallallahu alaihi wasallam, diegene die het completere iman heeft, het meeste iman heeft, heeft de meeste akhlaq. Of andersom, degene met de meeste akhlaq, goede eigenschappen, goede karaktereigenschappen, heeft de meeste iman. Dus kijk, jouw iman en jouw niveau van iman is ook afhankelijk van
jouw akhlaq die jij hebt, jouw goed gedrag, jouw eigenschappen die jij hebt als gelovige. Dag des ordes ook. Weten de weegschalen, dag des ordes. Datgene wat de weegschalen zo zwaar maakt, ja, is afhankelijk van jouw daden, goed daden. En van al deze daden, jouw goede eigenschap, geluk, husn geluk, nobele gedrag, hè, dat maakt subhanallah jouw weegschaal het zwaarst. Datgene wat zwaar, het meeste zwaar telt op jouw weegschaal, op de dag des oordes. En ook, hoe meer goed gedrag jij hebt, hoe meer jij geliefd bent bij de profeet sallallahu alaihi wasallam, hoe dichter bij jij op de dag des oordes naast de profeet sallallahu alaihi wasallam zal zijn. Nabi sallallahu alaihi wasallam geeft te kennen dat diegene met het goed gedrag, met het meest goed gedrag, die zal het meest geliefd zijn bij mij en het meest nabij mij zal zijn. Nabij de profeet sallallahu alaihi wasallam, op de dag des oordes. Dus zo kunnen we de hele dag doorgaan als het gaat om de dag des oordes. En sterker nog, een Nabi sallallahu alaihi wasallam is juist gezonden door Allah subhanahu wa ta'ala voor goed gedrag. Hij zegt: "Inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq." Ik ben slechts gezonden om het goed gedrag, het nobele gedrag te voltooien. Waarom? Hij kwam aan sallallahu sallam, naar een volk dat weliswaar bepaalde goede eigenschappen had. Zoals u weet, Arabieren hadden bepaalde eigenschappen, goede eigenschappen, bijvoorbeeld vrijgevigheid en dergelijke. Maar aan de andere kant hadden ze heel veel onrecht, afgoderij, onrecht, moordzuchtig en dergelijke. Het vernederen van mensen, slaven die ze hadden, slecht daarmee omgaan. En daarom zei hij, ik ben slechts gezonden om... Er is een bepaalde goed gedrag, maar ik ben gekomen om dit te voltooien, om het helemaal compleet te maken. Het is net als een gebouw kwam aan met een gebouw die nog niet afgebouwd is. En hij kwam om het af te bouwen. Om die laatste bouwstenen eigenlijk te plaatsen. Zo was hij, alayhi salatu wassalam. Hij zegt specifiek nobele gedrag. Om het nobele gedrag, om het goed gedrag te voltooien. Compleet te maken. En dat is eigenlijk hoe je zou zeggen. De boodschap van de islam, van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, is beperkt eigenlijk tot het voltooien van nobele gedrag. En dat valt alles onder. Dus ook jouw gedrag bijvoorbeeld ten opzichte van jouw Heer. Dat valt ook onder. Het gedrag ten opzichte van andere schepselen. Mensen, djinn, dieren, planten, bomen en dergelijke. Dus daarmee is de profeet sallallahu alaihi wasallam gekomen om dat te voltooien. Ja. Ja. Je zei dat het niveau van gedrag linkt aan het niveau van je imaan. Ja. Wat je soms ziet is dat er broers of zussen zijn die van buitenaf veel praktiserend lijken. Dus vanuit kledingstijl, een baard, een gimar, noem maar op. Maar een gedrag is niet, zeg maar, niet op een goed niveau. Sterker nog op heel slecht niveau. De manier waarop ze praten, hoe ze met mensen omgaan, is heel slecht. Waar ligt het aan? Is het echt zo dat het lijkt er wel op dat het praktiseren hardvochtig heeft gemaakt? Is het iets wat ze fout hebben gedaan? Of is dat een normaal iets dat als, wanneer je meer begint te praktiseren dat je wat hardvochtiger wordt? Of hoe zit dat precies? Wat je nu aankaart is gewoon de realiteit. Het is echt... wij hebben te kampen. Ik wil niet te negatief overkomen. Er zullen zeker moslims zijn die echt zeg, voorbeeldig gedragen. Ook islamitisch dan voorbeeldig betaal ik echt islamitisch zoals het hoort. Maar wij hebben echt te kampen met de crisis. En dit is akhlaq-crisis. Hoe dat komt, ik denk dat we te veel aandacht hebben gegeven aan theorieën, aan kennis. En die kennis hebben wij ontdaan van goede manieren. Wij nemen kennis en we focussen op het op vorm, uiterlijk. En ook kennis over Allah subhanahu wa ta'ala hebben wij opgedaan als theorie, als zijnde theorie. We nemen theorie, dit is dit en Allah is dit. En los van de manieren en moraal dat gepaard gaat met die kennis. Je kan nooit in de islam alleen kennis nemen zonder de manieren. En ook de geleerden, voordat zij kennis opdeden, leerden zij eerst manieren, subhanallah. Bijvoorbeeld Imam Malik, bijvoorbeeld, zijn moeder. Die kleed hem aan, droeg voor hem de tulband en stuurde hem zijn. Heb ila Rabi'a. Ga naar Rabi'a, een van de shuyukh van Imam Malik. Ga naar Rabi'a en leer eerst het adab van hem. Voordat jij kennis leert, leer het adab. Het adab, dat zijn de goede manieren. Leer eerst goed gedrag. Alle subhanallah, onze vrome voorgangers, die focusten op het adab. Want het ilm zonder adab
Ja, daar heb je niks aan. Het kan tegen jou gebruikt worden. Daarmee bedoelen we echt dat goed gedrag, nobele gedrag. Ik denk dat we te veel focussen op kennis. Louter kennis. Gewoon kennis. Los van de adab, los van de akhlaq, los van godgedrag. En dat zie je terug in onze omgang onderling. Dan hebben we het nog niet over onze omgang met niet-moslims, bijvoorbeeld medemens. Onderling, wij moslims, onderling. En dan heb ik het voornamelijk ook praktiserende onder ons. Als we, bedoel ik praktiserend, mensen die eigenlijk proberen hun best te doen, hun geloof te beleiden zoals het hoort, nakomen van de verplichtingen en vermijden van de verboden. Die proberen de islam te praktiseren. Onder ons zien we ook die hardvochtigheid. Hè? Mekaar neerhalen, mekaar vernederen, niet vergevensgezind ten opzichte van elkaar. Dat zie je ook terug. Achterdochtig, roddelen over elkaar, snap je? Geruchten over elkaar verspreiden, exposen van elkaar, elkaar niet bedekken. Ja? Dus mensen grijpen zich hun kans op halen vandaag de dag, ja? Omdat ze gebruik maken van social media en vergeten dat Allah hun ziet en hoort en proberen iedereen te exposen. Dat hoort niet bij een moslim. Iedereen, subhanallah, hij wacht op het moment om zijn eigen broeder, eigen zuster te exposen. Terwijl het behoort tot de akhlaq van een moslim om een ander te bedekken. Waarom? Want als jij hem bedekt, Allah zal je ook bedekken op de dag des oordes. Want je zal ook aankomen op de dag des oordes. Niet feilloos, niet foutloos, niet zondevrij. Je zal komen met zondes die je dragen, met last die je dragen. En dan wens je dat Allah jou bedekt op die dag. Ten overstaan van zoveel schepselen. Maar dat is wat ik opmerk, betekent niet dat ik hier zit en ik zeg, ik ben een engel. Wij hebben allemaal daarmee te kampen. En voornamelijk onze gedrag ten opzichte van elkaar, wij als broeders. Innama al-mu'minuna ikhwa. Kijk hoe jij omgaat met je eigen broer of zus. Hoe ga je ermee om? Je bent zachtmoedig, vriendelijk. En helemaal als het gaat om jouw kleinere broertje of zuster, zusje. Je probeert eigenlijk met warmte, genegenheid te benaderen. En zo ook je eigen broeder en zuster. Wij zijn broeders in de islam. Wij horen het beste gedrag met elkaar te hebben. En onze voorbeeld is de profeet sallallahu alayhi wa sallam. In de boodschap van Allah zit het beste voorbeeld, sallallahu alayhi wa sallam. Niet alleen maar als het gaat om al-ibada, als het gaat om het gebed, al-hajj, het vasten, maar ook als het gaat om het gedrag, als het gaat om overtuiging al-aqida, als het gaat om het tawhid, als het gaat om het bestrijden van shirk, maar ook als het gaat om al-akhlaq. Hoe wij ons moeten gedragen. En na de profeet wie? Als voorbeeld de sahaba. Als we kijken hoe de sahaba onderling met elkaar omgingen. Vergevensgezind. Ja, deden zo, bedekten elkaar, ja, roddelden niet over elkaar, ja, vernederden elkaar niet en dergelijke. En dat zijn toch de akhlaq die we terug moeten hebben. De akhlaq, zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam dat ook had, en dat is de akhlaq van iman van een moslim. Ja, het feit dat ik zoveel weet, ja, theoretisch, dat zegt niks. Dat zegt niks. Ja, dus wat jij zei is dat de hoofdreden dat mensen die kennis beginnen op te doen, maar hun gedrag minder is omdat de kennis die soms wordt gegeven aan de mensen vooral op theorie gefocust is en niet op praktijk. Klopt, ja. Theorie inderdaad gericht, theorie gericht. Onze kennis theorie gericht. En we hebben die kennis ontdaan van al-akhlaq. Terwijl ook kennis opdoen gaat gepaard met al-akhlaq. Je kan die niet losmaken van elkaar. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kennis, daarbij hoort de akhlaq. Je leert ook, en daarom subhanallah, vroegere geleerden, als zij kennis opdeden, deden ze ook meteen akhlaq op. Ze leerden ook de akhlaq, de manieren van de sheikh, namen dat ook over van de sheikh. Ook de leerlingen onderling, hun band onderling, die was ook optimaal zoals het hoort. Dus je leerde niet alleen maar vandaag de dag. Zijn we gefocust op alleen maar theorie. Gewoon kennis. Ja. Ja. En daarom is het de aanwezigheid van de sheikh als voorbeeld echt belangrijk bij het verspreiden van kennis en het opdoen van kennis, is dat je kennis niet los moet zien van akhlaq. Want je leert bij sheikh niet alleen, maar daarom focussen en hameren de geleerden erop dat je kennis doet bij een sheikh. Een betrouwbare sheikh die ook gekenmerkt wordt door akhlaq. Ja, want je neemt niet alleen maar kennis over theorie, je neemt ook akhlaq over. Mm-hmm. Zijn manieren, goede manieren. En dat is vandaag de dag wat wij missen. Waarom? Wij doen kennis of via internet, online, digitaal. Maar je neemt alleen theorie over, datgene. Ja. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is. Het is belangrijk.
maar zie het niet los van akhlaq. Neem ook akhlaq mee. En wat ook mensen vergeten, is dat het een onderdeel van het geloof. Dus als jij zegt, ik ben gelovig praktiserend, dit is een vast onderdeel. Zoals we net hebben genoemd, die hadith van de profeet, dat hij bijvoorbeeld akhlaq linkt aan het geloof. Dus hoe meer je akhlaq, hoe geloviger je bent, hoe meer praktiserend je bent. Dus focus je ook, investeer in die akhlaq. Nou, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons leiden allemaal. Amen. Nou. Oestad, heb je een specifiek voorbeeld? Bijvoorbeeld over de metgezellen of over geleerden die dus eerst gedrag leren en daarna kennis. Ik vind het nog een beetje zo abstract, zeg maar. Dus je komt bij een geleerde, je krijgt kennis mee. Is het meer gewoon dat de houding, de manier hoe je ziet hoe de sheikh omgaat met jou, de manier waarop die spreekt, dat je dat dan ook tegelijkertijd dus... Je neemt het tegelijk mee. Je neemt dus die houding inderdaad, de manier van de sheikh, hoe hij omgaat met zijn leerlingen, hoe hij omgaat met de boeken, zijn bijvoorbeeld fris, als hij Allah subhanahu wa ta'ala noemt, de naam van Allah, wat met sheikh doet, snap je? Maar dat is ook een akhlaq. Okay. Jouw houding ten opzichte van het noemen van Allah, maar ook het noemen van de naam van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Zoals Mohammed ibn Munkadir bijvoorbeeld, een van de mashayikh van Imam Malik bijvoorbeeld. Imam Malik die vertelt, als je Mohammed zag, als hij de profeet, de naam van de profeet noemt, hij een en al ontzag voor de profeet, zoals hij begon te huilen. Zo hard te huilen. Hij was niet te stoppen. Ja. Dus dat is dingen die je ook overneemt van de sheikh. Zijn houding, het verheerlijken van Allah, maar ook het respecteren, het ontzag van de profeet, zoals hij op het moment dat hij zijn naam noemt. Imam Malik op zijn beurt bijvoorbeeld. Dat is een akhlaq ten opzichte van de profeet. Daarom zeg ik, akhlaq beperkt zich niet tot alleen maar goede manieren ten opzichte van medemens en de mensen die jij kent, maar ook ten opzichte van Allah, jouw Heer. Maar ook akhlaq ten opzichte van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, is hij, voordat hij een hadith ging voordragen in de moskee, overlevering van de profeet voordroeg in de moskee, hij ging de was in doen. Hè? Hij zich parfumeerde, de beste kleding die hij had, ging hij aantrekken, om een hadith van de profeet, de woorden van de profeet, dit zijn de woorden van de profeet. Sallallahu alaihi wasallam, wat te denken van de woord. Dus dat neem je ook over. En ook de onderlinge band die wij met elkaar moeten hebben, dan neem je automatisch over. Echt praktisch neem je dat over. Ja. Van de sheikh. Er zijn natuurlijk heel veel eigenschappen als het hebben over het hebben van goed gedrag. Hebben de geleerden, of is misschien hadith dat heeft genoemd, waarin staat wat een beetje de hoofdzaken zijn van het hebben van goed gedrag? Een aantal punten. Want natuurlijk, als we het hebben over goed gedrag, dan heb je het over honderden eigenschappen. Je hebt een reeks van dit soort podcast nodig. Precies. Om akhlaq. Wat betreft jouw vraag, belangrijke vraag. Dat, wat zijn eigenlijk, als het gaat om goed gedrag, een beetje de hoofdeigenschappen, voornaamste eigenschappen waarop je moet focussen? Imam Ibn Qayyim rahmatullah vermeldt dat in zijn boek Madaris al-Salikin. Een bijzondere boek. Ik hoop dat echt de moslims dit boek ook gaan lezen en zich daarin verdiepen. Want het boek is eigenlijk, gaat voornamelijk om het uitleggen van Surat al-Fatiha. En gaat daarop in. En hij had, subhanallah, de schatten daaruit Surat al-Fatiha. Waaronder ook het hoofdstuk over al-akhlaq. Hij zegt, al-akhlaq berust op 5 of 4 hoofdeigenschappen. Dus zonder deze eigenschappen is er iets mis met jouw akhlaq. Hij noemt het eerste sabr. Het tweede, shaja'a, al-iffa, shaja'a, wal-adl. Deze 4. Sabr, ik noem ze eens in het Arabisch, ga ik zo meteen uitleggen. Hij noemt het sabr, al-iffa, derde, shaja'a, en de vierde, al-adl. Hierop is goede karaktereigenschappen op berust. Die zijn de fundamenten eigenlijk van de akhlaq. Sabr, als je ziet, heel veel eigenschappen die moslim moet hebben, zijn terug te voeren naar sabr. Sabr is een containerbegrip. Bijvoorbeeld verdraagzaamheid, ja? Bedachtzaamheid, je zelfbeheersing, jezelf beheersen. Valt allemaal onder sabr. Sabr om bijvoorbeeld als je beproefd wordt. Als jou een ramp overkomt, een tegenslag overkomt, sabr. Sabr, de lusten, snap je? Je hebt lusten, je moet jezelf bedwingen om niet achter die lusten aan te gaan, verboden lusten. Sabr om de verplichtingen na te komen, snap je? Dat is allemaal vormen van sabr. Dus sabr is echt een hoofd. Een hoofd,
eigenschap die je moet hebben. En daaronder vallen heel veel eigenschappen. Die vertraagzaamheid, zelfbeheersing, bedachtzaamheid. Voordat je iets doet, even rust, geef je de tijd. Dat is sabr. Geef je tijd, geef jezelf de tijd. Denk erover na, overpeins de zaken. Denk aan de gevolgen voordat je iets doet of zegt. Verdraagzaamheid ook, wees verdraagzaam en dergelijke. En het tweede noemt hij al-ifa. Al-ifa is ook een containerbegrip. Kuisheid is lief, jezelf onthouden van het dunya en van datgene wat in bezit is van mensen. Jezelf daar onthouden, niet naar uitkijken, niet naar verlangen. Snap je die hebberigheid? Maar hij zegt, wat onder lief valt, is l-haya, schaamte. Hij schaamt, ra'su kulli khair. Hij zegt, schaamte is het hoofd van al het goede. Ja. Dit is, schaamte valt onder de lief. En de schaamte, subhanallah. Al-haya'u la'ati illa bi-khair. De Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt, al-haya'u brengt alleen het goede met zich mee. Kun je je voorstellen dat al-haya'u, subhanallah, aan het hoofd staat van heel veel goede eigenschappen. Al-haya'u weerhoudt jou om het slechte te doen. Ja. Je denkt, al-haya'u, iemand die schaamte, die heeft niet het lef om te zondigen. Die heeft niet het lef om te schreeuwen, om boos te worden, om te schelden, om te vloeken. Daarmee bewaar je ook je kuisheid. Snap je? Haya. En daarom, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, waarmee is hij vergeleken als het gaat om zijn haya? Als het gaat om zijn schaamte. Hij was meer schaamtevol, sallallahu alaihi wa sallam, dan een maagdmeisje in haar huis. Want een maagdmeisje in die tijd was symbool voor schaamte. Nabi sallallahu alaihi wa sallam zegt, als een maagdmeisje, islamitisch meisje, een aanzoek krijgt op het huwelijk, door haar schaamte durft ze niet ja te zeggen. Maar door te zwijgen, zegt de profeet, dat is een teken dat zij toestemt. Dat zij instemt. Ja. Zwijgen door haar schaamte. Dus met andere woorden, een maagdmeisje was een symbool voor al-haya. En Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hij had meer schaamte dan het maagdmeisje. Subhanallah. Alayhi salatu wa sallam. Dus al-haya is bijzonder. En het derde, shaja'a, oftewel moed. En moed is ook een algemene eigenschap daar. Ondervallen heel veel. Bijvoorbeeld, jezelf beheersen is moed. Het verkondigen van de waarheid, het zeggen van de waarheid, als dat echt noodzakelijk is, is een shaja'a, is een moed. Ja, dit moed, ja, geeft jou toch eigenschap om de waarheid te verkondigen, om datgene te zeggen wat Allah subhanahu wa ta'ala behaagt. En je te onthouden van datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala ontevreden stemt. En als laatste noemt hij al-adl. Al-adl, daarmee bedoelt hij gematigdheid of middenweg. Wat bedoelt hij? Hij zegt, elke goede karaktereigenschap in de islam bevindt zich tussen twee slechte eigenschappen. Subhanallah, hij zegt, de islamitische karaktereigenschappen, onze goed gedrag, de kenmerk daarvan is gematigdheid. Elke eigenschap bevindt zich tussen twee slechte eigenschappen. Om maar een voorbeeld te noemen. Vrijgevigheid is een goede eigenschap. Die bevindt zich tussen gierigheid, weet je, gesloten hand, en bevindt zich tussen verspilling. Je hebt de shaja'a bijvoorbeeld, ook shaja'a, moed. Moed is goed, maar ook aan twee uitersten heb je slechte eigenschappen. Jij hebt te nederig zijn, vernederd willen worden. Niet, weet je, kiezen voor nederigheid, te nederig, waardoor je vernederd wordt. Niet de nederigheid de goede vorm, maar dat je vernederd wordt. En jij hebt roekeloosheid. Die bevindt zich tussen die twee. Shaja'a. Ja. En zo de rest, subhanallah, van alle goede eigenschappen worden gekenmerkt door gematigdheid. Elke eigenschap, goede eigenschap, bevindt zich tussen twee slechte en negatieve eigenschappen. Dus als jij neigt naar die kant, is slecht. Neigt naar die kant, is slecht. Dus je moet altijd middenweg. Middenweg. Hij zegt bijvoorbeeld glimlachen. Glimlachen is goed. Maar als jij bij iedereen gaat glimlachen, iedereen glimlachen, dan verlies je je charisma, als het ware, je ontzag. Overal glimlachen, overal lachen. Lachen is goed, goede eigenschap. Maar dat moet eigenlijk met mate. Het bevindt zich in het midden. Dus glimlachen om zijn tijd. Maar overal glimlachen, met iedereen lachen, met iedereen lachen. Dat doet af van jouw charisma en van jouw ontzag. Ja. Dus hij noemt, subhanallah,
deze vier eigenschappen als vier hoofdeigenschappen waarop de rest van de karaktereigenschappen op berusten. Nou. Wat me afvraag is of jullie misschien zelf een persoonlijke ervaring hebben meegemaakt waarbij goed gedrag heeft geleid naar iets positiefs. Gewoon in dunya dan natuurlijk, want we zitten nog niet in de akhira, maar dat je iets hebt gedaan qua goed gedrag en dat je ook gelijk de vruchten ervan hebt gezien van het goed gedrag. Of misschien iemand in je omgeving. Ja, ik denk geduld. Ja, met specifiek voorbeeld. Specifiek voorbeeld. Ik was vroeger wel altijd een persoon dat als er beproeving op mij afkwam, dat ik heel weinig geduld had. En juist bij een beproeving is het heel belangrijk om geduld te hebben, zodat je eroverheen komt. Anders loopt het gewoon, ja, het loopt uiteindelijk wel goed af. Uiteindelijk ga je verder met je leven, maar je wilt dat het nog beter afloopt. En hoe meer, ik merkte zeg maar, hoe meer sabber je hebt, hoe beter je zeg maar, dat hoofdstuk van de beproeving die op jou afkomt, kan afsluiten. En hoe minder sabber je hebt, dan kan het weer ook lelijk aflopen. Onnodig, het was nergens voor nodig geweest. En dat je dus, ik had een bepaalde houding van alweer dit, alweer dat. En waarom? Weet je, die vragen. En subhanallah, wanneer je geduld hebt en geduldig bent, dan merk je gewoon vanzelf van oké. En met het stukje geduld komt er ook bij van dat je even gaat kijken naar de beproevingen die al voor jou zijn geweest. Van die heb ik ook al doorstaan. Dat duurde ook een bepaalde, dat had ook een bepaalde duur. En dat helpt heel erg om makkelijker gewoon door het leven heen te gaan. Want als je weet dat er daarna weer, je doet een andere deur open en staat weer een beproeving voor de deur, dan kom je daar veel makkelijker doorheen. Ja prachtig, inderdaad. Ik heb nog tijd nodig om na te denken. Ja, ik ga niet heel ver. Okay. Gewoon praktisch voorbeeld, gewoon bij mij thuis. Als ik, hoe ik met kinderen omga, ik heb twee kinderen. Ook met kinderen omgaan. Soms weet je, laat je je gaan, laat je je menselijke kant zien. Soms ga je schreeuwen, probeer de harde hand te gebruiken. Maar soms denk je beter na. Dan denk je aan de opvoeding van de profeet. Soms ben je meer van bewust. Hè? Ja, wij zijn mensen, ook sprekers. En die hebben een tekortkoming. Als het gaat om het opvoeden van kinderen. Soms schreeuw je, soms probeer je dingen hardvochtig over te brengen. Maar soms gaan we heel bewust. Zeg ik, oké, laat ik het op een andere manier aanpakken. Gewoon heel zachtjes benaderen. Zacht, even roepen bij je, roepen niet in plaats van schreeuwen. Kom hierheen, ik praat met je. Gewoon zacht, alhamdulillah, goeie jongen, je doet het goed, dit, dat. Maar alleen let hier op. Ik merk dat het veel vruchten heeft. Ik heb zo'n bijvoorbeeld van, luistert beter, ja. Hij hoort ook, ja? Aandachtig, luistert aandachtig naar degene wat ik zeg. Hij probeert mee te nemen en ik zie dat hij dat probeert te corrigeren. Hij herhaalt het ook soms van, je hebt dit gezegd en dat. Je merkt toch die zachte benadering, ook tijdens opvoeden. Ik ga niet heel ver opvoeden, dat het subhanallah zeker zijn vruchten afwerpt. Ja. En als ik een ander voorbeeld mag noemen, is van Sheikh Sa'di, rahmatullah, bekend van zijn tafsir, Imam Sa'di, Abdurrahman Sa'di. Hij wordt toch subhanallah genoemd als het gaat om zijn akhlaq, maar ook naar mensen toe, naar de gewone man toe, subhanallah. Hij hoorde dat er een man was, subhanallah, die vrouwen lastig viel. En voornamelijk in de avond, hij riep dingen die eigenlijk niet door beugel konden en dergelijke. En er gingen geruchten rond over deze man en dat kwam de sheikh ter oren. Hij hoorde ervan dat deze man bezig was met lastigvallen van de vrouwen. Uiteindelijk, hij stapt op deze man af. Subhanallah, kijken wat akhlaq doet, deze man. Deze geleerde, bekend van zijn tafsir Imam Sa'di, zijn uitleg van de Koran, mooie uitleg terzijde. Hij stapt naar deze man en hij zegt, of je nodigt mij uit of ik nodig je uit. Kijk hoe hij begint. Dus voordat hij hem aanspreekt, kijk die hele aanloop. Hij zegt, of jij nodigt mij uit bij jou thuis of ik nodig je uit. Hij zegt, de man zegt, ja, nee, je komt bij mij. Je komt bij mij. Ik nodig je uit bij mij thuis. Sheikh zegt, nee, jij komt bij mij. Nee, jij komt bij mij. Die man zegt, nee, jij komt bij mij. Zeg ik, subhanallah. Sheikh uiteindelijk, hij zegt, laten we iemand tussen ons oordelen. De plaats van hier tot huis. Dus gaan we eigenlijk de afstand meten. Wie zijn afstand het dichtstbij is, ja? Die mag de ander uitnodigen. Uiteindelijk is de afstand gemeten, die plek tot het huis van Sheikh, is de afstand van Sheikh korter dan de afstand van die man naar zijn huis.
Uiteindelijk komt deze man thuis bij de sheikh. Ja. Hij zegt, sheikh, ik hoor de geruchten. Kijk hoe het overbrengt. Ik hoor de geruchten, mensen die jou slecht over jou praten. Zeg, zus en zo over jou. Dat jij bepaalde vrouwen lastig valt in de avond en dergelijke. Hij zegt, je bent een bekende man. Van goede kom af. Grote familie, bekende familie. Een bepaalde status. En hij zegt, het gaat zo ver dat mensen bepaalde dingen, geruchten over jou vertellen die niet eens waar zijn, waarschijnlijk. Waarschijnlijk zijn de dingen die ze over jou roepen niet eens waar. Dus je bent in zo'n een stadium gekomen dat zelfs dingen voor jou ten onrechte aan jou worden toegeschreven, waarschijnlijk. Ja, dus alles wat er verkeerd gezegd gedaan wordt, wordt aan jou toegeschreven. Zo brengt hij het over, subhanallah. Hij zegt, probeer erop te letten dat mensen niet zomaar dingen aan jou toeschrijven. En hij zegt, sindsdien, subhanallah, stopte ik met vrouwen lastigvallen en was ik altijd te vinden in de moskee. Kijk, prachtig. Akhlaq, subhanallah. Je hebt heel veel manieren om mensen aan te spreken. Ja. Rechtstreeks, direct, dat is de makkelijkste manier. Geleerd of niet geleerd, iedereen kan dat aan. Maar geleerden hebben manieren om mensen te verbeteren en te corrigeren. Verbeteren van manieren, aanspreken van manieren, adviezen geven, heeft zoveel manieren. En altijd moet je kiezen, het beste manier wat er is. Zonder de gevoelens van mensen eigenlijk te raken. Zonder mensen in hun gevoelens te krenken. Hou rekening, want je hebt niet te maken met een software. Ik ga gegevens invoeren, kennis. Dit is Allah zegt, Nabi sallallahu alaihi wasallam, invoeren en krijg resultaat. Dit is het is een mens. Het zijn mensen met gevoelens, met bepaalde stemmingen en dergelijke. Kunnen omslaan. En dus je hebt met mensen, deze met gevoelens te maken. Hou rekening met gevoelens. En zo hoort het in de islam. Hou je rekening met gevoelens. Ook de profeet sallallahu alaihi wasallam hield rekening met gevoelens. Moslim of niet moslim, ouderen, niet ouderen, kinderen. Sallallahu alaihi wasallam. Ja, dit is wat mij is eigenlijk. Dus wat ik zelf, het enige waar ik zo even snel op kwam, is met betrekking tot mijn ouders. Toen ik begon te praktiseren, was niks aan de hand. Maar meestal als je dan die culturele grens overgaat, dan kan wat spanning ontstaan, wat angsten, vooral ook in een tijd dat er een beetje onrust was in Syrië. Dus je laat je baard staan, er zijn wel een beetje angsten die beginnen ontstaan, van je bent vaak in de moskee en noem maar op. Toen op een gegeven moment dacht ik van, ik moet wel laten zien dat de islam wel een positief effect heeft op mijn leven. Dus ik begon steeds beter te gedragen tegen hun. Steeds meer deed ik mijn best om te laten zien van kijk, het praktiseren heeft geen negatief effect op mij, negatief effect. Het is juist positief en ik heb toen ook gemerkt dat al die spanningen in een heel korte tijd daar zijn verdwenen. Het is juist nu dat ze heel blij zijn met het feit dat ik doe wat ik doe. Terwijl ze daarvoor juist heel veel angst hadden van wat gaat er nu gebeuren met hem, gaat hij iets doen, gaat hij een domme keuze maken of noem maar op. Maar toen ik steeds meer liet zien van kijk, het is juist heel positief wat ik mee bezig ben. Heb ik ook gemerkt dat ze het nu heel erg waarderen, juist dat ik doe wat ik doe. Op dit niveau praktiseer, dat klinkt als voor mezelf prijs, dat probeer ik niet te zeggen, maar op een bepaald niveau, zeg maar, praktiseer. Niet blijf bij de culturele grens van bidden eet in de moskee zijn, met Juma bij de moskee zijn en dan bidden en vast en Ramadan klaar en daar blijft het ook bij. Dus dat is bij mij vooral hetgeen waar ik op dacht. Subhanallah, bij mij was ook precies hetzelfde. Wat mijn vader bijvoorbeeld toen ook tegen mij zei, in het begin ook, met die spanningen op dat moment wat er aan de hand was en zo, wat je ook elke dag zag op het nieuws. Toen had hij ook even zijn angst. Maar ik dacht van, oké, ik moet even aan mijn ouders bewijzen, ook van, jullie leven gaat er ook op vooruit. Als je kind ook jegens de ouders heel goed is. En uiteindelijk ook hoorde ik ook mijn vader zeggen van, want hij heeft ook natuurlijk gewoon verschillende vrienden. En die vrienden hebben ook kinderen. En als hij kijkt dan naar die kinderen en dan zich vergelijkt met zijn eigen kinderen. Dat hij dan zegt van, want hij zei dat tegen mij. Hij zei van, subhanallah, hij zei bijvoorbeeld, als jij met wat vrienden weg bent. Of jij bent ergens weg en je komt 11, 12 uur thuis. Ik hoef jou niet te bellen. Ik heb rust. Ik weet, je gaat met de juiste mensen om. Ik weet waar jij bent. Subhanallah. Een van zijn vrienden, zeg maar, die vader belt, die vriend, zeg maar dan, dus die belt zijn zoon constant. Waar ben je? Wat doe je? Dit, dat. Hij is de hele tijd onrustig. En mijn vader belt me en zegt, het is 11:30, waar ben je? Ik
zeg, ja, ik zit in de moskee. Nee. En dan denkt hij, ja, ik kan hem 5, 6 keer gaan bellen, maar het heeft gewoon geen zin meer op een gegeven moment. Dus hij is gewoon heel rustig. Ja, subhanallah, soms kom ik thuis en hij slaapt al. Ja, gerust. Hij slaapt, hij is gewoon gerust. Ja. En dan, als dat dan bij mijn vader gebeurt, dan zie je dat ook terug bij mijn moeder. Maar dan zie je dat ook terug bij mijn zusjes. Gewoon iedereen weet van... Rust. Ja. Rust in huis. Ja. Geen rare dingen. Ja. Maar dat hoor je inderdaad wat betreft de ouders. Omgaan met de ouders. Dat heeft echt... Achlag heeft een grote impact op de ouders. En die verhalen worden bevestigd door voornamelijk bekeerlingen. Zoals jullie weten, heel veel bekeerlingen. Die bekeren tot de islam uit vrije wil natuurlijk. Ja. Maar waarvan de ouders eigenlijk tegen hun bekering zijn. In eerste instantie zijn ze daartegen. Maar subhanallah, je hoort verhalen van heel veel bekeerlingen. Door hun achlaag. Het feit dat ze door bekering moslim zijn. Hun achlaag echt met sprongen vooruit gaat. En dat gaat niet onopgemerkt. Aan die ouders. Die zien dat, subhanallah, dat ze vooruit gaan. Hun gedrag richting ouders. Hun omgang met ouders is verbeterd. Echt flink verbeterd. En dan kunnen ze niet anders dan op zijn minst die bekering accepteren. En sommigen gaan zo ver zelfs om zichzelf te bekeren. Ja. Dus het akhlaq heeft echt een grote impact. Ja. Zelfs Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen de profeet sallallahu alaihi wa sallam. Zelfs de profeet, als hij die akhlaq, die goede eigenschappen, nobele gedrag niet had, zouden de sahaba van hem uiteenlopen, weglopen. De sahaba zouden niet in de buurt blijven van de profeet. Ondanks dat hij profeet is. Maar zonder akhlaq zou hij... Het is dankzij de rahmat, barmhartigheid van Allah... dat jij niet hardvochtig qua woorden... maar ook niet streng bent... Hè, dat zij eigenlijk met jou zijn... en dat zij niet uit elkaar zijn gegaan van jou... en weggelopen zijn van jou. Dus vind ik een heel mooi punt dat je net zei. Eerder heb ik nooit op deze manier dit aan je gekeken. En dat is... En waar ik nu aan dacht, is het eerder vraag die ik heb gesteld... van broers en zussen die dan beginnen kennis op te doen... en nu hardvochtig beginnen te worden. Ze hebben dan wel een bepaald niveau van kennis, maar niet het gedrag. Zoals je zei, zelfs de profeet, al is hij een profeet... en als hij op dat niveau van kennis en heeft heel veel te bieden aan de mensen... op het moment dat hij niet het goed gedrag heeft... Dan zouden de sahaba, niet zich scharen rondom de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Maar je weet hoe de sahaba, hoeveel zij hielden van de profeet, sallallahu alaihi wasallam. Meer dan hun eigen ouders, eigen kinderen. Ja. Dat komt door, hij heeft de harten gewonnen. Door de akhlaq van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, heeft hij de harten gewonnen. Ja, en dat biedt ze, zeg maar, een bepaalde rust. Kijk, los bijvoorbeeld van mijn ouders zelf. Ik doe ook mijn best altijd om de ouders van mijn vrienden, ook gerust te stellen. Dus bijvoorbeeld, soms zit ik dan in de auto en dan wordt een vriend van mij, zijn vader belt hem, zegt met wie ben jij? Hij zegt ik ben met Samir. Hij hangt gelijk op. En dan zit het goed, zeg maar. Hij heeft gewoon zijn rust. Maar andersom is dat ook. Dus wanneer mijn vader mij dus belt, zegt met wie ben je? Zeg ik ja, ik ben met Fulan, ik ben Fulan. Dan zegt hij oké. Ja, klopt, inderdaad. Geruststelling. Er is gerust. Het is heel belangrijk voor de ouders. Ja. Je zei dat de profeet zijn de hart had gewoon van de mensen. Natuurlijk zijn er heel veel voorbeelden van de profeet Sam, hoe hij was met zijn gedrag. Maar heb je een specifieke voorbeeld voor ons waar we echt iets uit kunnen leren van wat de profeet Sam deed met zijn gedrag en wat effect dat gehad op de mensen? En zijn sira. Ali salatu wassalam, wat uitspringt is zijn sabra, subhanallah. Zijn geduld, verdraagzaamheid ten opzichte van moslims, maar ook niet-moslims. Zijn vijanden die hem zo hard bejegenden, iemand die hem wurgt, iemand die zo hard trekt aan zijn kraag, dat zelfs hij sporen achterlaat op zijn nek, alayhi salatu wassalam. Moeder, placenta van een kameel, wordt op zijn rug neergelegd terwijl hij salat, het gebed aan het verrichten is in de buurt van de Kaaba. Het feit dat hij bekogeld werd, alayhi salatu wassalam, Taif, tot aan bloedens toe, zijn voeten gingen bloeden. Tijdens het slagveld van Uhud werd hij verwond, alayhi salatu wassalam, op zijn gezicht, op zijn voorhoofd, zijn tanden waren gebroken. Ondanks dit allemaal zegt Allah maghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. O Allah, vergeef mijn volk, zij weten het niet. Dus hij gooit het op onwetendheid. Al deze zaken wat zij hebben gedaan. Ibn Mas'ud zegt... alsof hij een van de profeten, subhanallah, navertelt. Maar uiteindelijk
Hij vertelt dit voor het slagveld van Uhud. Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala an, Abdullah ibn Mas'ud zegt, ik hoor de profeet zelfs vertellen over een profeet, zonder naam te noemen, die hard is toegetakeld door zijn eigen volk, tot aan bloedens toe, waardoor zelfs zijn gezicht is gaan bloeden. En uiteindelijk, na Uhud was hij het, sallallahu alayhi wa sallam. Alsof de profeet over zichzelf vertelt, zonder naam te noemen. Zijn nederigheid, alayhi salatu wa sallam. Na het slagveld, wiens tand is gebroken, wiens gezicht was verwond, bloed uit zijn gezicht, alayhi salatu wa sallam. En het is een profeet, hè. Uiteindelijk zegt hij, Allah mag veel, vergeef mijn volk. Ze weten het niet. Subhanallah, geef ze het voordeel van de twijfel. Ze weten het niet. Dat doen ze omdat ze onwetend zijn. Ze weten niet dat ik gezonden ben door de profeet, sallallahu, door Allah subhanahu wa ta'ala. Dus als we het hebben over de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, en voornamelijk als het gaat om het da'wa, al-akhlaq, is het sabr. Is het sabr. Op het moment, tijdens het da'wa, tijdens het verkondigen, als je geen sabr hebt, natuurlijk betekent niet dat je het alleen maar te maken zult hebben met mensen die van jou zullen houden. Ja? Zullen ook, je zult ook te maken hebben met mensen die jou hard aanspreken, die jou negeren, die jou beledigen, zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam werd voor alles en nog wat uitgemaakt. Maar door sabr, subhanallah, zette hij door en hij doorstond alles door middelen van de sabr. Sabr is zo belangrijk. Verdragzaamheid, alayhi salatu wassalam. Hij wordt zo hard getrokken. Beticht van onrechtvaardig zijn. Iqsim fa innaka lam ta'dil ya Rasulullah. Inna die qisman lam yubga biha wajhullah. Tijdens het verdelen van buit, oorlogsbuit. Hij zegt, hij beticht de profeet sallallahu alayhi wasallam van onrecht. Hij zegt, wees rechtvaardig, ja Mohammed, boodschap Mohammed. Hij zegt, wie zal er rechtvaardig zijn als ik niet rechtvaardig ben? Wie is er nog rechtvaardiger als ik niet zelf rechtvaardig ben? Als ik Nabi, de profeet, niet rechtvaardig, wie is dan rechtvaardiger? Ja. Sallallahu alayhi wa sallam. Ja. Hij heeft hem niet teruggescholden, niet weer. Hij lachte naar hem, sallallahu alayhi wa sallam. Dus dat is de akhlaq van Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. De manier, ook met zijn sahaba, subhanallah, hoe hij omging met sahaba. Bepaalde sahaba gaf hij geld. Ook zelfs niet-moslims gaf hij, qua vrijgeven, gaf hij zoveel geld. Sommige sahaba bewust niet geven. Want hij wist, deze sahaba heeft dat niet nodig. Ja. Deze sahabi heeft het nodig om zijn hart ontvankelijk te maken voor de waarheid. Die is niet-moslim. Als ik hem geef, nou, is dat waarschijnlijk een aanleiding om te denken om moslim te worden. Alleen denken om moslim te worden, die stap te zetten om te bekeren tot de islam. En zo hè, schatte hij mensen, subhanallah, op hun waarde. En iedereen, de een gaf, hij wil de ander niet. De vrijgevigheid van een vallei vol veedieren geeft hij omwille van Allah, subhanahu wa ta'ala. En hun, die keert terug, deze man met de schapen, koeien, kamelen. Hij keert terug naar zijn volk. Hij zegt, geloof in Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Kijk, de impact van akhlaq op het da'wa. Op het da'wa kan niet. Je kan niet da'wa doen zonder akhlaq. Dus als jij moet geven, je bent iemand die rijk, alhamdulillah, geef omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat zijn mu'allafati qulubuhum, aan wie zakka ook toegestaan is. Je hoort niet moslims, ook moslims die zwak qua geloof zijn, mag je aan hem geven. Aan hun geven. Qua vrijgevigheid, sabr, vrijgevigheid en dergelijke. Dat zijn eigenlijk heel kort, als het gaat om de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zijn akhlaq. Ja. We zijn in Nederland natuurlijk een minderheidsgroep als moslims zijnde. Waarom is het extra belangrijk voor ons als minderheid om ons te kenmerken met goede eigenschappen hier? Omdat akhlaq een vorm van da'wa is. Kijk, da'wa is inderdaad kennis verspreiden, de waarheid verkondigen, de Koran, de sunnah van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, de woorden van de profeet verkondigen. Maar daarnaast is da'wa ook door middel van jouw akhlaq vertalen van die kennis, subhanallah, in daden. Waarom? Omdat mensen zijn zo. Mensen kijken niet naar luisteren niet naar jouw woorden alleen maar. Maar ze kijken meer naar jouw daden. Stel je dat jij echt duizenden woorden zegt. Ja? En je handelt in strijd met jouw woorden. Mensen uiteindelijk nemen dat als doorslaggevend. Jouw daden. Jouw daden. Kijk wat hij heeft gedaan. Kijk wat hij heeft gedaan, wat zij heeft gedaan. Niet wat hij heeft gezegd. Ook al heb je duizenden lezingen, lessen gegeven, motiverende woorden gezegd.
Maar als jouw daden niet conform jouw woorden zijn, dan zie je dat de mensen, subhanallah, meteen van jou afstand zullen nemen. Of je bent hard, ja, hardvochtig, streng, grof in de mond, scheldt veel, weinig geduld, niet verdraagzaam, wordt snel boos. Op het moment dat je zo'n persoon bent, mensen nemen afstand van jou. Is hun goed recht. Waarom? Omdat iedere mens gesteld is op goed gedrag. Iedereen wenst goed gedrag. Iedereen neigt naar goed gedrag. Ja. Echt waar. Dat is een mens. Jij houdt van iemand die zich goed gedraagt. Iemand die een weldoener is. Iemand die, geeft om mensen. Iemand die rechtvaardig is. Daar houdt iedereen van. Iemand die gemaneerd is. Iedereen houdt daarvan. Moslim of niet moslim. En daarom is goed gedrag een visitekaartje voor een moslim. In plaats van zoveel woorden zeggen, focus je op goed gedrag. Ik zeg niet dat da'wa met woorden minderwaardig is en dat het niet belangrijk is. Het is belangrijk. Natuurlijk heb je theoretische kant nodig. Bijvoorbeeld weerleggen van bepaalde theorieën. En dat is ook een da'wa. Maar aan de andere kant, de gewone man, ja, die focus, die kijkt naar het gedrag van een persoon. Ibn Kathir in zijn tafsir van surat al-Fath, hij zegt, subhanallah, Imam Malik die zei over de moslims in Sham. Sham, vandaag de dag Syrië, Jordanië, dat was grote Sham. Ja. Hij zegt, de moslims, de Nasara, de christenen, die zagen de sahaba voor het eerst. Ze zeiden, wallahi ha'ula'i khayrun min al-hawariyin. Ze zeiden, bij Allah, deze zijn beter dan al-hawariyun. Over hun eigen, dat zijn de Hawariyun, zijn de helpers van Isa, zoals jullie weten. Ja. De metgezellen van Isa. Ja. Ze zeggen, de Nasara, de christenen, in Sham, toen zij de Sahaba meemaakten, zij zworen erbij dat deze Sahaba beter zijn dan de Hawariyun in wie zij geloven. Dat zijn de metgezellen van Isa. Ja. Door het gedrag, subhanallah, van de Sahaba. Door het gedrag van de Sahaba. Niet door woorden van de Sahaba. Door hun gedrag. En heel veel landen, mensen, zijn eigenlijk massaal in de islam binnengekomen vanwege gedrag. Vanwege gedrag. Indonesië bijvoorbeeld staat er bekend om. Indonesiërs zijn bekend, moslim geworden, massaal als land. Ja? Het land met de meeste moslim-inwoners. Door het gedrag, subhanallah, van de Arabieren die die kant op gingen om handel te drijven. Ze zagen hoe eerlijk de moslims waren, maar ook hun akhlaq onderling als moslims, als handelaren. Ze gaven om elkaar, ze gunden elkaar. Ze zagen dat, subhanallah, en werden meteen onder de indruk van de islam. En dat was de reden dat zij de islam omarmden. Je kan niet de islam loskoppelen van akhlaq. Kan niet ook da'ia, predikers, uitnodigers, imam. Wij zijn de eerste die daarop aangesproken worden. Wij zijn de eerste die goede akhlaq moeten tonen. Ja? Da'ia en iemand die da'ia is. Maar ook de gewone moslim, ook praktiserende broeders, zusters ook, die naar buiten toe treden als praktiserend, die moeten meer dan de rest van de moslims hun best doen als het gaat om het akhlaq. Ja, subhanallah. Als ik bijvoorbeeld ga kijken, op school heb ik wel eens meegemaakt dat er iemand kwam die natuurlijk geen moslim was. En die zei tegen mij van, hey, voor jullie is bijvoorbeeld uitgaan en zo naar de discotheek gaan, dat is niet toegestaan. Zeg ik, ja, klopt. Zei, maar hoe kan dat ik nog steeds daar wel eens een Marokkaan of een Turk of die een moslim gewoon zie? Weet je? En dat heeft mij gewoon aan het denken gezet van, subhanallah, hij heeft, zeg maar, wat hij aan mij had verteld, hij zei niet dat hij naar diegene ging en heeft gezegd van, maar je bent toch moslim, wat doe je hier, je hoort hier nog niet te zijn. Maar hij heeft hem daar gewoon gezien, en dat is ook dus die vorm van gedrag, het is zeg maar, wat je aan het doen bent, wat is van de buitenkant van jou zien. En dat heeft hem dus aan het denken gezet, van, hoe kan dat en zo. En dan moet je hem dus weer gaan uitleggen van, kijk broer, dit is de islam, dit zijn moslims, moslims zijn niet perfect. En, maar je staat erbij stil van, wat de oestad net zegt van, je bent een visitekaartje voor de islam. En je moet jezelf zo goed mogelijk tentoonstellen. En met name de dag van vandaag, waarin we nu in leven, waar iedereen heel erg, zeg maar, specifiek gericht aan het kijken is van, oh, hij heeft iets verkeerds gedaan, we gaan massaal gaan hem cancelen, zeg maar. Ja. Exposen en dit, zwart maken. Ja. Dus het is extra belangrijk dat we moeten waken de spotlights, over onze, we moeten waken over ons gedrag. Er is nu overal wel een camera. Er wordt gekeken naar moslims in het algemeen, maar ook praktiserende, met vergrootglas naar gekeken. Ja, ja. Echt, mensen kijken met vergrootglas naar ze kijken niet naar jouw daden, wat jij doet. Ja. Wij blijven mensen, ook praktiseerden zijn mensen, die hebben hun eigen fouten, maar fout na fout, slecht gedrag na slecht gedrag, stapelen zich op.
Ja. En dan val je uit het ogen van mensen. En qua da'wa zul je niet succesvol zijn. Ja, ja. Dus da'wa is al-akhlaq en Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Om dat te bekrachtigen. Nabi sallallahu alayhi wa sallam stuurt Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, Nabi stuurt hem naar Jemen om wat te doen? Om het da'wa. Om mensen uit te nodigen. Jemen destijds, daar woonde Ahlul Kitab, de leden van het boek, Joden en Christenen voornamelijk. Je gaat hen uitnodigen. Attaqillaha haythuma kunt. Attaqillaha haythuma kunt. Vrees Allah waar je dan ook bent. Medina, Mekka, maar ook daar. Vrees Allah. Dat is eerst. Wa'amil nasa bi'husn khuluq. Wa'khaliq nasa bi'khuluqin hasan. En ga met mensen goed om. Subhanallah. Tweede, al-akhlaq. En denk aan jouw akhlaq, o Mu'ad. Denk aan jouw goed gedrag, aan jouw nobele gedrag. Het zijn niet moslims, maar denk als da'ia aan jouw khuluq. Kijk, taqwa Allah, dat heeft met Allah subhanahu wa ta'ala te maken. Dat maakt jou geliefd bij Allah subhanahu wa ta'ala. En husn khuluq, dat nodigt naar het liefde van Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Taqwa, verkrijgen liefde van Allah. Maar de husn khuluq nodigt naar het verkrijgen van liefde van Allah subhanahu wa ta'ala. Is een uitnodiging. Ja. Daarnaartoe. Husn khuluq is een uitnodiging, automatische uitnodiging naar het verkrijgen van de liefde van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus je hebt te maken in deze wereld, heb je te maken met Allah, jouw schepper, en met de medemens. Jouw schepper heb je taqwa nodig, godsvrees, ja, waar je ook bent. Let erop, geen zonde plegen en dergelijke, want Allah ziet jou, hoort jou, en Allah zal jou te verantwoording roepen op de dag des oordeels. Aan de andere kant, uiteindelijk heb je te maken met mensen en ga goed om met mensen en toon dat goed gedrag ten opzichte van iedereen. Moslim, niet moslim, ouderen, jongeren, vrouwen, mannen en dergelijke. En dat is de profeet, alayhi salatu wassalam, zijn advies aan Mu'adh ibn Jabal. En ook aan de rest van de sahaba. En ook voor ons. Ja, zoals ik zeg, we zitten een beetje onder vergrootglas natuurlijk als een minderheidsgroep. Dus het is ook zo, wat ik vaak bij stilgestaan heb, is vooral als jij afgestudeerd bent, kom je vaak op de werkvloer met mensen die niet echt in contact zijn gekomen met moslims. Bij verschillende bedrijven was ik ook letterlijk de enige moslim die daar was. Dus toen besefte ik ook van, dit is waarschijnlijk de eerste keer in mijn hele leven dat ze in contact zijn gekomen met een moslim. Dus ik moet ook mijn best doen om te laten zien van, om me niet, zeg maar, spijt te geven dat ze mij hebben aangenomen. Want dan gaan ze denken van, hey, ik weet niet of we nog een keer met zo iemand in zee willen gaan, snap je? Ja. Dus dat is ook iets wat moslims goed over moeten nadenken. Er zijn wel een paar jongeren geweest die slecht indruk hebben achtergelaten, waardoor sommige eigenaar denken van, nee, die willen we hier niet meer hebben. Snap je? Dat soort... Dat is een rotte appeltje, zeg maar, ja, die het voor precies. De rest heeft verpest. Precies. De ja, maar dat is invloed, het impact van slecht gedrag. Ja. Want als zo'n persoon daar is, bijvoorbeeld, kijk, dit is als je een moslim hebt, eerlijke persoon, kom altijd op tijd, ik doe wat jij wilt. Dan willen ze duizend van de dus ze zeggen van, hebben. Kijk, ik heb nooit zo'n eerlijke persoon gehad, snap je, op het werkvloer. Dan is het iets bijzonders aan de eigenschap van dit soort jongeren. Dus je bent daar vertegenwoordigd niet alleen maar jezelf, maar ook de rest van de gemeenschap. Precies. Van de rest. Dus je laat daar echt een rijkdom achter, een voorbeeld wat je daar achterlaat, ook voor de anderen. Je maakt de weg ook makkelijk voor de rest van ons. En dat is het da'wa. En als jij doet met die insteek, met die intentie, word je ook daarvoor voor beloond. Yes. En dat is wat wij vaak vergeten, is dat wij die akhlaq tonen zonder bewust te zijn van de beloning, subhanallah, die daar tegenover staat. Yes. Voor elke goed gedrag, als je bewust dat toont, omwille van allen, word je daarvoor voor beloond. Yes. En wij vergeten vaak dat. Bijvoorbeeld als jij jezelf beheerst en je woede bedwingt. Ja, als jij dat doet, dan wees daarvan bewust dat Allah subhanahu wa ta'ala jou beloont daarvoor. Rijkelijk beloont. Ja. Ja. En ook bijvoorbeeld het goede gedrag, weet je, niet schelden, maar, niet bedriegen, niet stelen en dergelijke, eerlijk zijn. Als je dat toont, wees daarvan bewust dat Allah subhanahu wa ta'ala jou rijkelijk zal belonen daarvoor. Vergeet dat niet. Zonder te hebben over de impact in dit wereldsleven, maar wat te denken van Allah subhanahu wa ta'ala. Je komt dichter bij dat, wat we net zeiden, je komt dichter bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam te zitten, dag des oordeels. Je bent het meest geliefd bij de profeet alayhi salatu wa sallam. Dus dat is de insteek eigenlijk hoe je het moet benaderen. Het is niet alleen maar goed gedrag. En ook een misvatting als het gaat om goed gedrag en een kanttekening eigenlijk is belangrijk. Vaak mensen denken goed gedrag betekent dat je ook je eigen identiteit moet loslaten. Goed gedrag betekent meegaan, meeborrelen, want je moet meedoen. Dat is helemaal geen goed gedrag. Bijvoorbeeld als ik mij terugtrek
op mijn werkvloer om gebed te verrichten, word ik aangezien voor een extreme. Dat is totaal niet goed gedrag. Goed gedrag moet natuurlijk voor in de kaders van de islam zijn. De islam zijn. Ja. Dat is goed gedrag. Ja. Op het moment dat je je eigen islamitische identiteit verliest en niet meer behoudt, dan ben je niet bezig met goed gedrag. Ondanks dat je glimlacht en meeborrelt, gezellig meedoet, het gezellig meedoen en meeborrelen enzovoort. Dat is goed gedrag, maar niet in islamitische oog, vanuit islamitische oogpunt. Goed gedrag is met behoud van jouw eigen identiteit. En dat is wat wij willen. Wij willen mensen met behoud van eigen identiteit goed gedrag tonen. Islamitisch goed gedrag, verantwoord goed gedrag tonen. Sorry, ik wil nog een heel klein puntje over maken. Was ook, ik ooit had een bericht gekregen ook van, en was volgens mijn zus, die zei dat ze niet kon bidden op werk. En dan zie je ook gelijk het negatief effect van slecht gedrag. Omdat de baas, het mocht eerst wel, maar de eigenaar had het vervolgens verboden. Want de moslims die gingen bidden, gingen een half uur weg elke keer. Dus ze gingen gebruik maken misbruik van die tijd, misbruik maken. En dan gingen ze andere dingen doen. Gingen ze gewoon pauzeren of noem maar op. Tijdens, ze gingen wel bidden en dan vervolgens gingen ze iets anders doen. Dus een half uur, niet, wat voor gebedsverricht half uur op het werk, snap je? Heb je een kwart van bakker of zo gereciteerd in jouw gebed. Ja. En dat zie je ook gek het effect ervan. Dus het gebed is gewoon net compleet niet verboden geworden om te verrichten op het werkvloer. Voor hoeveel moslims ben je de oorzaak geweest dat niet meer kunnen bidden daar? Zoals goed gedrag positief impact heeft, heeft slecht gedrag ook negatief impact. En dat is een voorbeeld daarvan. Je hebt een verhaal, of het was in Canada of in Amerika, dat er een Syrisch gezin kwam wonen. Vluchteling, net nieuw in het land. En de buren, de tegenover, waren gewoon echt racisten. Ze waren echt gewoon alleen onze natie. En ze waren heel erg, ze hadden heel veel haat er tegenover. Maar uiteindelijk tijdens een interview werd die man geïnterviewd, zeg maar. En werd hem gevraagd hoe ervaar je dat? En hij zei van, ik was zo racistisch en ik discrimineerde hun zo erg. En hij zei zelfs in tranen, hij zei, hun hebben de haat, hebben ze uit mij gehaald. Gewoon puur uit goed gedrag. Ze komen langs, ze brengen mij eten, ze nodigen mij uit om bij hun te eten en zo. En hij zegt, mijn eigen kinderen doen dat niet, schande. En hij zegt, en de buren, want het was een oud mannetje. Het was een mannetje tussen de 60 en de 70. Hij heeft echt niet iemand meer. Het leek ook echt dat hij echt alleen zijn leven leidde. En je ziet gewoon dat, dus wederom dat die goed gedrag zo'n grote impact heeft op hoe mensen naar jou kijken. En wat voor beeld ze ook hebben gelijk over jouw identiteit. En omdat wij zeg maar de islam in onze identiteit hebben, zorgt het ervoor dat heel veel mensen misschien interesse krijgen in de islam. Ah, gaan praktiseren. Ja. Dat is inderdaad ter bevestiging van de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, idfa' billati hiya ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, beantwoord het slechte met het beste. Idfa' billati, met het beste, niet met wat goed is, met het beste. Uiteindelijk, degene met wie jij in vijandschap bent, hij is vijandig ten opzichte van, die verandert in een naaste vriend van jou. Niet een vriend, waliyun hamim, hij wordt een helper, een naaste helper van jou. Ja. En dat is een voorbeeld inderdaad. Ja. Het goed gedrag verandert een vijand in een vriend, subhanallah. Ja. En een naaste vriend ook nog wel. Naaste vriend. Dat zijn de woorden van Allah, subhanahu wa ta'ala. Daar moeten we bewust van zijn. Weet je? Dat heeft enorm impact op de mensen. Mensen zijn mensen, blijven mensen. Ik zei, je hebt niet te maken met een programma, met een software of hardware. Ik geef eens invoeren. Qala Allah, Allah zegt, boodschappen zegt en je verwacht resultaat en dat zit. Dit zijn mensen. Ja. Hebben stemmingen, kunnen boos worden, hebben, kunnen lief hebben, kunnen verafschuwen, kunnen hebben goede stemmen, slechte stemmen, goede momenten, slechte momenten, voorspoed, tegenspoed. Dus je hebt met deze mensen te maken. Dus wij moeten rekening houden met gevoelens, mensen met gevoelens, mensen die houden van goed gedrag, van elke vorm van goed gedrag. Iedereen is daarop gesteld, iedereen houdt, moslim of niet moslim. Dat is een mens zelf. Ja, ja. Een mens eigen dat hij gewoon wenst en houdt en neigt naar goed gedrag. Mm-hmm. Dus willen wij de harten van mensen winnen, zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam dat deed, goed gedrag. Ja. Mm. Je ziet altijd zeg maar bij, met name wanneer je dus echt jonge kinderen hebt, dat zeggen dat dus het juiste voorbeeld laten zien, dat zorgt ervoor dat het kind ook een goede opvoeding meekrijgt. Omdat zeg maar een kind heel veel dingen imiteert van een andere. Maar als je er ook even bij stil gaat staan, dat gebeurt toch ook nog steeds bij volwassenen. Sommige dingen neem je toch van anderen over, wanneer bijvoorbeeld iemand ziet die goed gedrag heeft.
Je gaat spiegelen eraan. Een voorbeeld, je neemt het gewoon automatisch over. Ja. Automatisch over. Ja. Bijvoorbeeld plaatsen een gierige persoon in een groep van vrijgevige persoon voor een maand lang. Proef. Ja. Kijk hoe die gierige persoon verandert. Ja, andersom ook. Vrijgevige persoon, plaats hem tussen groepje gierigers. Weet je, ja, die geeft na een maand ook geen cent uit. Ja, klopt. Ja. Dat impact van voorbeeld en goede gezelschap en goede mensen om je heen is echt belangrijk. En inderdaad, kinderen helemaal. Kinderen die luisteren echt niet naar datgene wat je zegt, hoor. Ja. Die kijken uiteindelijk naar jouw daden. Ja. Subhanallah, naar jouw daden. Als je ziet dat jouw kind alleen maar aan het schelden is, aan het vloeken, snel boos wordt, kijk naar jezelf. Ja? Maar ook kijk naar de omgeving waarin jouw kind eigenlijk bevindt. Ja. Met wie gaat hij om? Of hij neemt het over van buiten, van zijn omgeving, vrienden, of hij heeft het van zijn ouders overgenomen. Ja, de omgeving in principe. De omgeving in het algemeen. Ja. Zet ik wat afsluiten met de volgende vraag en dat is, hoe krijg ik goed gedrag? Mooie, goede vraag, echt een goede vraag. Uiteindelijk, wij zijn mensen met eigen tekortkomingen. Maar dat betekent niet dat we stil moeten staan en dat moeten accepteren. Dus dat zou betekenen dat je het best moet doen om je gedrag te verbeteren. En het kan. Want het gedrag, zoals de geleerden eigenlijk zeggen, is onder te verdelen in twee soorten. Aangeboren en aangeleerd. Je hebt bepaalde karaktereigenschappen die aangeboren zijn bij een persoon. En daarvoor moet je Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar zijn. Ja. Als je daarmee te maken hebt. Dat is die sahab die vroeg aan Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-hilmu al-anat. Al-hilmu is verdraagzaamheid en bedachtzaamheid. Hij zei, oh Allah, heb ik dat aan mijzelf te danken? Of heeft Allah mij zo geschapen? Nee? Allah heeft jou zo geschapen. Hij zei, alhamdulillah, dat Allah mij in die gedaante en die toestand mij heeft geschapen. Dus met die aangeboren eigenschappen. Ja. Wees Allah subhanahu wa ta'ala. Heb je daar niet mee te maken, je hebt die slechte eigenschappen aangeleerd, probeer daarvan af te komen. En het is te doen dat jij jezelf kan afkomen van slecht gedrag, jezelf daarop trainen. En er zijn alhamdulillah een aantal middelen daarvoor. Ten eerste, je verdiepen. Kennis, wederom kennis. Doe kennis op. Wat is slecht gedrag en wat is goed gedrag? Ja. Als je de Koran subhanallah leest, bijvoorbeeld de sunnah van de profeet, de hadith, de overlevering, dan weet je wat goed gedrag is en wat slecht gedrag. Waar de Koran op focust, waar de profeet sallallahu alaihi wasallam op focust, dat gaat de sabr, wat we zeiden, het geduld, met alle vormen van geduld, verdraagzaamheid, shaja'a, moedig zijn en dergelijke. Al-ad, gematigdheid in jouw akhlaq, dat je de middenweg kiest en niet de uiterste. Dat zie je subhanallah en dat probeer je eigen te maken. Dus de kennis, dan weet je, oké, dit is goed gedrag. Dit is goed gedrag wat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden stemt. En dit is een slecht gedrag wat Allah subhanahu wa ta'ala ontevreden stemt. Ja, kennis. Vervolgens hebben we een mujahada, oftewel jezelf inspannen. Je best doen. Dus het vergt energie, het vergt moeite. Het is niet dat je vandaag heel ongeduldig bent en morgen gelijk een geduldige persoon wordt. Of vandaag heel gierig bent en morgen gelijk verandert in de meest vrijgevige persoon. Dat kan niet van een of andere dag. Dus dat heeft inspanning nodig. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُونَنَا zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En diegenen die zich inspannen, hun best doen op onze wegen, op onze weg, omwille van ons, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, wij zullen hem leiden naar onze wegen. Allah subhanahu wa ta'ala zal jou leiden. Dus als jij je inspant om je gedrag te verbeteren, je doet dag in dag uit je best om af te komen van dat slecht gedrag, Allah subhanahu wa ta'ala zal jou leiden daarbij. Het kan niet anders. Dat is de sunnah van Allah in dit leven. Dat is de manier hoe Allah subhanahu wa ta'ala met zijn schepselen omgaat. Als jij je best doet, krijg je het resultaat. Als jij je best doet om af te komen van het slecht gedrag, Allah zal jou leiden uiteindelijk naar het goed gedrag. Ja. En ook geleidelijk. Ook jouw aanpak moet geleidelijk zijn. Dus klopt, wees niet wanhopig. Oké, ik ben niet veranderd. Na een week nog niet veranderd. Na een maand nog niet veranderd. Maar als het al minder wordt, dat slecht gedrag, is op zich al een resultaat. Dat je minder snel boos wordt. Na een jaar, twee jaar, blijf maar aan jezelf werken. Dus dat is een constante proces. Je blijft aan jezelf werken. Totdat je uiteindelijk, dat het helemaal niet weggenomen wordt. Dat slecht gedrag helemaal niet volledig weggaat en helemaal,
niks op tegen. Alleen als je maar verbetering merkt bij jezelf, is eigenlijk op zichzelf al een vooruitgang. Een vooruitgang. Daarnaast, heb je een manier, zoals Ibn al-Qayyim subhanallah noemde in Madaris al-Salikin, je hebt een manier. Je hebt bijvoorbeeld mensen die zeg maar proberen om dat slechte karaktereigenschap te ontwortelen. Te ontwortelen. Ontwortelen, zeg maar, helemaal wegnemen. Dat hoeft niet ook. Dat hoeft ook niet. Waarom? Je kan dat slecht gedrag, kan je eigenlijk een andere kant oprichten. Je kan hem kanaliseren als het ware. En hij geeft daarmee een vergelijking met bijvoorbeeld een doorpillingen. Die te maken hebben met een stromend rivier die overstroomt uiteindelijk. Met echt een sterke stroom. Ze staan voor een aantal keuzes. Ze moeten of die dijk gaan bouwen die uiteindelijk die overstroming gaat tegenhouden. Uiteindelijk zal het alleen maar energie, veel energie kosten ten opzichte van hun land verbouwen en dergelijke. Dat gaat ten koste van andere bezigheden, verplichtingen. Mm-hmm. Dan gaan ze, ze kunnen naar de bron gaan waar het water vandaan komt om dat te stoppen. Uiteindelijk stoppen ze het hier, komt het daar uit. Ontstaat een andere bron. Hij zegt, de beste manier is een groepje van die dorpelingen die ervoor kiest om dat water andere kant op te sturen. Uiteindelijk komt dat water in verschillende kanalen, om andere kanalen te graven. Uiteindelijk komt dat water in een land waar uiteindelijk goed is voor dat land. Wordt dat land vruchtbaar en uiteindelijk zullen zij ook bezighouden met datgene wat hun water met hun eigen land verbouwen en dergelijke. Hij gaat dat een voorbeeld voor het slecht gedrag. Hij probeer niet te ontwortelen, helemaal weg te nemen uit jezelf, maar probeer dat in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld om het een beetje concreet en duidelijk te maken. Als jij al boos bent, je bent echt iemand die snel boos wordt. Dat boosheid kan je behouden, maar andere kant opsturen. Hoe? Bijvoorbeeld boos worden als de grenzen van Allah overschreden worden. Boos worden op je kind, ja, als hij bijvoorbeeld niet bidt. Ja, boos worden, maar probeer niet boos worden om alleen onnozele zaken, het dunya, ja. Boos worden als jouw kind bijvoorbeeld 100 euro kwijt is geraakt. Snap je? Ja. Boos worden als hij... Klopt, die boosheid is er. Die blijft er. Hè? Ja? Die boosheid is er. Alleen je gaat hem andere kant op sturen. Die boosheid namelijk in als de grenzen van Allah. Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam ook. Hij werd niet persoonlijk boos. Hij werd boos alleen als... zijn gezicht werd knalrood. Als een van de grenzen van Allah overschreden werden door een van de mannen, een van de sahaba. Dus dat is iets om jezelf te helpen. Ontwortelen van het slecht gedrag uit jezelf is heel moeizaam. Maar dat andere kant opsturen, ergens anders tonen, dat boosheid bijvoorbeeld, dat is goed. Boos op jezelf zijn als jij niet bidt of als jij een van de verplichtingen van Allah niet nakomt. Snap je? Of op je een van je kinderen. Als hij een van de grenzen van Allah subhanahu wa ta'ala niet nakomt. Boos zijn. Dat mag. Ja. En een dua. Niet te vergeten dua. Nabi sallallahu alaihi wasallam vroeg het dua. Vroeg Allah subhanahu wa ta'ala om zijn gedrag te verbeteren. Allahumma hadini li ahsanil akhlaq. La yahdi ila ahsaniha illa ant. O Allah, leid me naar het beste gedrag. Niemand leidt daartoe. Behalve u, o Allah. Dus niemand anders van het heren. Afhankelijk van Allah. Altijd, ten alle tijden. Ook als het gaat om het gebed verrichten. Als het gaat om het verbeteren van het gedrag. Vraag Allah om jou te leiden naar het beste gedrag. En zelfs de profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hadini li ahsanin akhlaq. La yahdi ila ahsaniha illa ant. Niemand is daartoe in staat om te leiden naar het beste gedrag. Behalve u, o Allah. Leid mij dus naar het beste gedrag. En nou ook. Isrifni aan Sayyid Akhlaq la yisrifu anha illa ant. Ook weerhoudt mij van slecht gedrag. En niemand kan mij daarvan weerhouden behalve u, o Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is ook het tawhid. Tawhid van alleen Allah is daartoe in staat om jouw slecht te verbeteren. Natuurlijk met die inspanning, je best doen. Ja, jezelf daarop trainen. Dag op dag. En niet de hoop verliezen. Niet de hoop verliezen. En wat ik ook net aangaf tegen broeder Samir. Zoek mensen op. Ja. Met goed gedrag. Ga om met mensen die goede manieren hebben. Ook islamitische manieren. Die gekenmerkt worden door schaamte. Die zich schamen
om in het openbaar het slechte te doen. Die zich schamen voor Allah, die schamen ook voor de medemens. Die schamen om in het openbaar te drinken of in het openbaar bepaalde zondes uit te voeren. Begeef je onder deze mensen? Mensen die het sabber hebben, die niet te snel boos worden. Mensen die goede woorden gebruiken. Mensen die niet schelden, niet vloeken. Mensen die niet bedriegen, die niet stelen. Ga om, trek op met dit soort mensen. Met deze broeders of met deze zusters. Ja? Zoek deze mensen ook op. Ja? Zoek deze mensen ook op. En dat zal uiteindelijk bij idnillah ervoor zorgen dat je je gedrag verbetert. Want ik net aangaf, iemand ja, die heel gierig is. Ja? Als je in plaats onder een groepje vrijgevige mensen en hij gaat met hen om een tijdje, een poosje, dan zie je dat zijn gedrag ook verbetert. Iemand die heel, bijvoorbeeld heel hard schreeuwt, als je in plaats met mensen die heel zacht praten, dan zie je dat hij ook uit zichzelf ook rustig gaat praten, omdat hij alleen met mensen omgaat die goed. Dus dat is heel belangrijk, omgaan met mensen en zoek ook voorbeeld. Bepaalde mensen die dienen als voorbeeld. En dat is wat we vandaag de dag nodig hebben. Mensen die een beetje dienen als voorbeeld. Modellen, rolmodellen. Ja. En die zijn toch schaars. Mensen die dienen als voorbeeld, ook niet al qua kennis, maar ook qua gedrag. Wat je opmerkt, subhanallah, broeders onderling op social media die ook naar elkaar uithalen, die elkaar beschuldigen. Die zijn niet zuinig, ook qua woorden zijn niet zuinig op hun woorden. Als jij los van de hele discussie, als je namen weg zou halen, zou je denken, deze man heeft het tegen Iblis of zo. Echt, hij gaat helemaal uit tegen... Subhanallah, waar zijn de manieren? Zelfs als wij van mening verschillen, moeten we die manieren ook behouden, in acht nemen. We hebben goed gedrag. Ook als wij van mening verschillen, ook als onze aqida niet hetzelfde zijn, uiteindelijk zijn we broeders ook met manieren goed omgaan met manieren. Zoals wij zeggen, inderdaad niet moslims op goede manieren, maar ook die man die ook qua aqida niet met jou op één lijn staat. Ook met hem moet je goede manieren hebben. Je hebt ook discussie, manieren, goede manieren hoe je omgaat. Niet schelden, niet betichten, wees zeker van jouw zaak en dergelijke. Kom aan met bewijzen, niet geruchten en dergelijke. Dus dat zijn manieren hoe je omgaat met mensen. Zelfs zondaar bijvoorbeeld. Ik gaf net een voorbeeld van imam Abdurrahman ibn Sa'd, hoe hij omging met die persoon. Ja? Met die persoon. Soms moet je zo doen. Soms moet je zo doen. Zondaren, je ziet iemand zonde. Soms moet je doen alsof je helemaal niks hebt gezien. Deze Abdurrahman ibn Sa'd, deze man, deze geleerde. Ik zei net, hij wordt subhanallah. Zijn kenmerk was een goed gedrag, ook richting de gewone man. Er was een man die het verhaal zelf vertelt. Hij was een roker. Ja? En hij schaamde zich ontzettend voor de sheikh. Hij wilde nooit dat sheikh hem ziet roken. Maar op een dag was hij in een smalle straat. En die sheikh, met het kader van Allah, was hij ook daar. Hetzelfde straat, smalle straat. Dus die persoon zag in feite niet wie aankwam van de andere kant. En hij kon geen andere kant. Toen hij dichtbij, er was nog maar een meter, zoals hij vertelt. Hij kon geen andere kant op. En hij zegt, ik ging me inhouden. Ik had zeggen, ik stopte. Maar ik ga me zo inhouden, mijn mond dicht sluiten. Uiteindelijk kwam er rook uit mijn neus. En hij zegt, subhanallah, de sheikh passeerde, liep voorbij. En keek andere kant op. Bewust, hij keek niet bewust naar hem. Om hem niet in die verlegenheid te brengen. Dit is het gedrag van een sheikh zoals het hoort. Natuurlijk, hij weet natuurlijk dat die man nu aan het roken is. Er komt zelfs een stoom rook uit zijn neus. Ja. Maar hij keek andere kant op, hij keek hem helemaal niet aan. Maar subhanallah, hij zegt, een andere zitting, algemene zitting, had hij het over roken, in het geval van roken en dergelijke. Dus natuurlijk, hij doet alsof hij niet ziet. Aan de andere kant, in het algemeen, zei hij wat het gevaar van deze zonde en roken en ook amr bil ma'ruf. Dat is ook zo, dat is wat we nodig hebben, snap je? Zachtmoedig naar de mensen toe. Natuurlijk, zondaren, wij kunnen ook die zondes begaan. Wij hebben ook eigen zondes. Zoals wij behandeld, benaderd willen worden, als wij zondigen en niemand zegt, ik ben compleet zondeloos en feilloos en ik heb geen zonde. Zoals jij benaderd wil worden door anderen, zo moet je mensen ook benaderen. Zelfs zondaren, mensen met wie jij van mening verschilt, moet je ook zachtmoedig benaderen. En dat is de sunna van de profeet, sallallahu alaihi wasallam, de akhlaq die wij moeten overnemen van de profeet, alayhi salatu wassalam. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te leiden. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te sieren met goed gedrag. Het is echt een sier. Je wordt gesierd door goed gedrag. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons alle sieren met het goed gedrag. Amen. Het goed gedrag van de profeet, alayhi salatu wassalam. Hebben we nog een laatste vraag?
Nee, ik heb geen andere vragen meer. Is dat nog duidelijk. Een laatste woordje? Of, Ja, we moeten aan onszelf werken, dat is het laatste woordje. Echt, we moeten echt, maar dat meen ik echt, we moeten echt aan onszelf werken als het gaat om goed gedrag. Ja. Ik merk veel verharding, onderling moslims onderling veel verharding. Mm-hmm. En dat komt omdat onze gedrag ook hard is. Hard naar elkaar zelf, naar elkaar toe. We vergeven elkaar niet te makkelijk. We vergroten dingen ook. Hè? We maken van een olifant en dergelijke. Dus we moeten naar elkaar toe, moeten we echt op elkaar letten en zuinig op elkaar zijn. En ik sluit met één verhaal, was ik eigenlijk vergeten te benoemen. Als het gaat om onderlinge band, hoe wij als moslims met elkaar moeten omgaan. Mm-hmm. Ibrahim al-Naga'i, bekende tabi'i had de leerling Suleiman ibn Mahran al-A'mash. Al-A'mash is een bijnaam omdat hij een afwijking had in zijn oog. En Ibrahim al-Naga'i, zijn leraar, is blind. Ibrahim al-Naga'i zegt tegen zijn leerling Suleiman al-A'mash, laten we uit elkaar gaan en iedereen neemt zijn eigen route. Waarom? Hij zegt zodat de dwazen niet over ons gaan roddelen en zullen zeggen, kijk, iemand die slecht ziet, een blinde begeleidt. Mm. Snap je? Laten we uit elkaar gaan. Kijk, laten we uit elkaar gaan. En waarom? Wat is de reden? Zodat de dwazen niet over ons roddelen en zullen zeggen, kijk, dat is iemand die slecht ziet, begeleidt een blinde. Dus de Suleiman, de leerling, ziet slecht, daarom kreeg hij de naam Al-A'mash, begeleidt zijn leraar die blind is. Hij zegt, laten we hun die kans niet geven. Hij zegt, ja, Aba Imran, en wat deert jou als zij over ons roddelen en wij daardoor beloond worden en zij bestraft worden? Kijk, Al-A'mash, wat hij zegt. Wat deert jou? Wat maakt het nou uit? Als zij uiteindelijk over ons roddelen, en wie is de winnaar? Wij worden beloond omdat zij over ons roddelen, en zij worden bestraft omdat zij over ons roddelen. Hij zegt, waarom kiezen we niet voor een andere optie? Kijk, Ibrahim al-Naga'i. Hij zegt, waarom? Onszelf niet in bescherming nemen en hen ook in bescherming nemen. Dus laten we hen die kans niet geven. Laten we uit elkaar, iedereen zijn eigen route, zodat zij niet over ons roddelen, nemen hun in bescherming. En onszelf ook in bescherming nemen, dat zij niet over ons roddelen. Het gaat ver. Het gaat heel ver. Echt. Dat zijn onze voorbeelden. Onze zelf. Rahmatullah alayhim. Dat zijn onze voorbeelden. Kijk hoe ver ze handelen. Zelfs uit elkaar gaan, zodat zij niet over ons roddelen. En daardoor zij bestraft worden. Laten we hen in bescherming nemen. Zoals wij onszelf in bescherming nemen. Dat zij niet over ons roddelen. Dit verbaast me echt. Dit verbaast me. Ook Mu'ad ibn Jabal, zoals de profeet tijdens Tabuk, Ghazwat Tabuk, bleven sommige sahaba achter, onder wie Ka'b ibn Malik. En er was iemand onder Bani Salima, een van de stam Bani Salima, die zei, hij vroeg, Aina Ka'b, en waar is Ka'b gebleven? Toen zei een van de mannen, hij is achtergebleven omdat hij blij is met zichzelf. Hij, met andere woorden, dunya. Door het dunya is hij achtergebleven. En op dat moment komt Mu'ad ibn Jabal voor hem op. Ka'b is niet aanwezig. Hij zegt, bi'sa ma'qult. Wat voor slechte woorden heb je uitgesproken. Hij komt op voor Ka'b ibn Malik. Hij zegt, wallahi, lam na'lam minhu illa khairan. Wij kennen hem als een goede persoon en niets anders. Kom op voor je broeder op het moment dat iemand slecht... Je kent je broeder zo goed. Of je kent je zuster zo goed. Ja? Als een goede persoon. En er vertelt iemand in zijn afwezigheid iets over hem. Kom voor hem op. Kom voor haar op. Zo kennen wij hem niet. Op dat moment moet je er zijn. Kijk, Mu'ad ibn Jabal. Hij zegt, wallahi, bi'sama. Wat slechte. Wat je over Ka'b hebt gezegd. Op dat moment, meteen. En dat is echt wat wij nodig hebben. Echt waar. Dat is praktijk. Dat is de akhlaq onderling die wij met elkaar moeten hebben. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons daartoe te leiden. Amen. Beste mensen, dat was het weer. Barakallahu fik voor het kijken en jullie voor de komst. En specifiek de oestad. Laat een like achter en een comment als jullie dat doen. Door het algoritme wordt deze video verder verspreid. En zullen andere mensen deze video zien. En jullie de hasanahs daarvan krijgen, inshallah. En abonneer op ons kanaal, zodat jullie op de hoogte blijven van de video's. Ik zie je bij de volgende keer, inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.